als je kijkt naar Amerikaanse bedrijven, en dus niet afgeleide producten, maar de bedrijven zelf, en je kijkt over de laatste 20, 25 jaar, wat je ziet is dat de rating agencies dus meer conservatief geworden zijn in het geven van ratings. Meer conservatief betekent dus dat als een bedrijf dezelfde financiële kenmerken aanhoudt, dat de rating dus zou zakken, minder kredietwaardig zou zijn. Dus een bedrijf om zijn rating te behouden over de laatste 25 jaar in de Verenigde Staten moet zich eigenlijk constant verbeteren. Deze conclusie is natuurlijk een beetje tegen wat mensen denken. Het is dat de rating agencies eigenlijk meer laks geworden zijn. Misschien omdat er een conflict zou zijn tussen de rating agencies en de bedrijven die vragen naar een rating. En wat wij vinden is dat dit dus niet klopt. Nu, dat betekent natuurlijk niet dat dit een ideaal scenario is. Want we willen niet dat rating agencies te laks zijn, maar we willen natuurlijk ook niet dat ze te conservatief zijn. En we gaan daarna of deze trend van rating agencies om meer conservatief te zijn, of die gevolgen heeft voor kapitaalstructuur en ook voor de prijzen van de obligaties van de bedrijven. En wat we dus vinden is dat die bedrijven die ratings krijgen die heel conservatief zijn in vergelijking met hun financiële ratio's, die bedrijven geven minder schulden uit en die hebben ook een lagere schuldgraad dan bedrijven voor wie de rating agencies niet zo conservatief zijn. En wat we dan ook vinden is dat de financiële markten bij het prijzen van de obligaties van die bedrijven, de financiële markten passen zich daar een beetje aan. Dus als ik twee bedrijven vergelijk met dezelfde rating, maar één bedrijf heeft meer geleden onder die conservatieve approach, dan vind je dat het bedrijf dat meer geleden heeft eigenlijk een kleinere spread heeft. Dus hun obligaties zijn duurder, hun spreads zijn lager, dus die geven een lagere risicopremie. Hetgeen betekent dat de obligatiemarkten voor een deel althans inzien dat deze groei in het conservatieve gedrag van de rating agencies eigenlijk niet volledig juist is. Er gaan stemmen op om bedrijven sneller te laten wisselen van rating agencies. Dan krijg je een soort rating shopping. Wel, er is nu natuurlijk al rating shopping, omdat bedrijven als zij een rating willen, kunnen ze naar de erkende rating agencies gaan. Er zijn drie grote wereldwijd, S&P, Moody's en Fitch. En in principe kunnen ze aan die rating agencies vragen wat hun rating zou zijn. En die rating moet niet bekendgemaakt worden, denk ik. En nu, dus wat is de oplossing? Er zijn een aantal oplossingen voor die rating shopping. Eén, men zou kunnen zeggen, kijk, je mag naar al die bedrijven gaan, maar je moet ook bekendmaken wat de rating is. Dus dan kun je niet meer shoppen, want ja, je gaat naar een bedrijf en ze zeggen wat het is. Een andere mogelijkheid is om bedrijven te dwingen om naar een bepaald rating agency te gaan. Dus men kan een rotatie invoeren, bijvoorbeeld, tussen de rating agencies. Dit bedrijf wil een rating. Oh, het is nu de beurt aan S&P. Dat bedrijf wil een rating. Het is de beurt aan Moody's. Maar ik denk dat we een beetje moeten opletten vooraleer we de regulaties gaan verscherpen. Want in principe, het voornaamste dat een rating agency kan doen, is zorgen dat hun ratings correct zijn. Want zo bouwen ze een reputatie op bij de beleggers dat dit een houvast is, dat die belangrijk is. Ik denk dat we een beetje moeten opletten vooraleer dat we altijd meer en meer regulation gaan hebben. Ik denk ook dat een aantal beleggers zich misschien te veel hebben toegespitst op de ratings, zonder een beetje beter na te denken zelf over ja, wat koop ik eigenlijk of wat zit hier nog eigenlijk in. Een rating is een advies over de mogelijkheid de mogelijkheid tot default, maar dat betekent niet dat als ik iets ga kopen, dat ik niet moet een beetje meer onderzoek doen over ja, wat doet dit bedrijf juist en denk ik wel dat die rating klopt. En dus het is een aanvullend stuk informatie, maar het mag niet alles bepalen.